Toen de eerste boeren zich vestigden in ons land, kwam ook de haas hier wonen. De haas is eigenlijk een steppenbewoner. Steppen zijn uitgestrekte graslanden. Ze zijn te droog voor veel bomen, maar als het er regent, beginnen er allerlei planten te bloeien. De haas is helemaal aangepast om in dit landschap te overleven. Oorspronkelijk leefden hazen niet in onze delta. Maar dat veranderde toen de eerste mensen hier de grond begonnen te bewerken. De kleine open akkertjes en de weidse polders leken wel een beetje op de eindeloze vlaktes waar de haas zich thuis voelde. De haas profiteerde van de aanpassingen die de mens deed aan het landschap. En over gebrek aan voedsel had hij niets te klagen. Want mensen verbouwden mais, aardappels en ook granen, zogenaamde cultuurgewassen. En die passen prima in het hazendieet. Planten en dieren die profiteren van mogelijkheden die mensen bieden, noemen we cultuurvolgers. In onze delta leven veel cultuurvolgers. Naast de haas bijvoorbeeld ook de blauwe reiger en de ringslang. Ook sommige planten, zoals brandnetels, zijn een cultuurvolger.